Zo, daar breng ik een paar mensen naar de isola daar. Zo, boom, ben ik een gids. Hi mensen, ik ben hier gearriveerd op Sado. Dat is eigenlijk ongeveer 1 uur varen vanuit Atchoni. Ik heb een bus gepakt vanuit van het Hooghuisstraat, Goethe van het Hooghuisstraat. En van daaruit hebben wij ongeveer 3 uur gereden naar Atchoni. Vanuit Atchoni moesten we dan wachten op de bootsman. En vanuit Atchoni hebben we een uur gevaren naar Isado. Isado is een eiland in het boven Suriname gebied. Het is een eiland op de Suriname rivier. We gaan nu kijken waar we vanavond gaan slapen. Dit is een van de cabanas die er zijn. Let's go. Ja. Zo ziet de cabana eruit. In Isado. Hier heb je dan eigenlijk de douche. Hier heb je de douche. Dan gaan we verder. Dit zijn eigenlijk twee persoonsbedden. En het toilet van wat we kunnen kijken. En dit is onze toilet. Dus hier heb je je wasbak en toilet. Yes? Dus dit is het zo'n beetje. En dit is het uitje. Het uitje van de omgeving. Dus eigenlijk als je hier bent op je balkon, ga je dan in de ochtenduren dat zien. En het geluid van het water is gewoon top. Ja. En ik ga later dan meer wijzen over het hele. Zo, daar breng ik een paar mensen naar de isola daar. Zo, boom, ben ik een gids. Lukt het? Nee. Achter mij zie je de Isado Sula. En je merkt het is heel erg rustgevend. Als je hierin ligt, geeft het je massage. En je komt helemaal tot rust. Alle spieren, alle gespannen spieren van je lichaam ontspannen zich. Dus dit is Suriname. Je houdt van je land. Al is de trip naar zulke gebieden heel erg duur. Probeer te sparen om de jaar daarop te gaan naar zulke heel gebieden. Heel erg ontspannen. Ja mensen, geniet van je land zoveel mogelijk je kan. Dit is Suriname. Hou van je land. Al deze huizen of cabanas in Isado hebben een naam. De namen zijn in het Saramakkaans aangegeven. Het is een Saramakkaans gebied. De namen op de cabanas geven aan dat je niet in de war komt waar je slaapt. Dit is de Ingipipa-boom. De Ingipipa-boom heeft witte bloemen en ze gebruiken dat hout om te koken. Maar tegenwoordig gebruiken ze gewoon gas. Dit is de Guyana fluitkikker of Leptodactylus guyanensis.
In de avonduren ben ik gaan kijken welke dieren actief zijn. Dat is de papitodo. Verder hebben we de bekende pad. Die we ook hebben in de stad. En dit is de, ook de familie van die grote pad die we kennen in de stad. Hier hebben we enkele homo sapiens. Die over het water. Ja, die over het water willen waden. Ze lopen over het water heen en ze willen naar een soela. Laten we kijken welke soela ze naartoe gaan. Yes, kom je met me mee? Oké, dan gaan we kijken. Ja, oké, nog een paar homo sapiens komen eraan. We gaan nu kijken hoe wij door het water heen kunnen lopen. Oké. Tintori, ja zo. Yes. Kijk, hier, je moet je been in het water, dus op de rotsen, moet je echt. Ja. Hier doorheen loopt, moet je, als je hier doorheen loopt, moet je dan je benen goed, heel stevig op de rotsen plaatsen, zodat het water je niet meetrekt. Oké, dan gaan we. Nu kijken we hoe Marino het demonstreert. Ja, korte stappen maken. Marino's vriendin ook korte stappen. Kleine stappen. Oké, dan. En dan ga ik het ook proberen. Ik ga kijken of het kan. Oppassen. Alright. Yes. Ik ben net hier aangekomen in, de, in een van de soelas. Van het prachtige soelas aan de bovenloop, dus de middenloop van de Suriname rivier. Dit is de. Dit is de jouw soela. Een van de mensen hebben me vanmorgen gecorrigeerd dat het geen Isado soela zijn. Maar de yo-yo soela, kijk daar achter mij, heb je dan een homo sapien die bezig is om een plek te zoeken in, het, in de soela. Ja, prachtig. Oké, dan gaan we naar de, we gaan naar de, een van de sterke stroming van de yo-yo soela. Ik ga hier samen met Angelo. Dit is Angelo, check hem op Facebook hoor. Hij verkoopt bananen. Echte shooty bana. Je bent hier waar hè. Zo. So. Dan gaan we even verder. Waar gaan we nu, Angelo? Naar een van de meest difficult soelas. Oké, we gaan even bezichtigen. En daar heb je hem, daar heb je hem. Je hoort hem. Heel ontspannen. Yes, heel ontspannen mensen. Dit is de Suriname rivier. En hier doorheen kunnen er geen boten overgaan, dus ze maken een bocht om het eiland heen. Ze maken een bocht om het eiland heen om hun bestemming te bereiken. We gaan even naar de andere kant. Een van de dorpen daar aan de overkant heet Yo-Yo, een Saramakaans dorp. En vanwege de COVID-situatie mogen dan wij geen dorpwandeling maken, maar we kunnen dan op een afstand wel zien. De mensen baden in het water, vissen vangen en andere activiteiten verrichten. Ook in het achterland had ik tijd om een workout te doen.
Je weet, je moet altijd fit blijven. Stay fit, stay healthy, stay active. Je zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk in beweging blijft. Yes? Zo, dat was zo'n beetje over Isadou. Heel erg ontspannen, gezellig. Je kan het gezellig maken met een gezellige groepje. Het was de laatste dag, vertrekdag. En ik hoop dat je hebt genoten van mijn vlog voor deze keer. Oh, cream.